In Nederland is er al 40 jaar een rare situatie dat je wel wiet mag verkopen via de coffeeshops, maar je mag het niet telen. Nou, dat heeft geleid tot veel criminaliteit en gezondheidsrisico's. Nou, het doel van het wiet-experiment is om vast te stellen of we in staat zijn om een gesloten coffeeshopketen te realiseren en of we in staat zijn om kwalitatief goede wiet te maken. Vanaf de teelt, waarbij je de wiet controleert op kwaliteit, het verpakt in een zakje waarop je kan lezen wat erin zit en waarbij je als consument ook kan lezen, hey, dit is de sterkte van deze wiet. Dat is een gesloten coffeeshopketen, want laten we niet vergeten, het is het enige product in Nederland wat verkocht wordt en waarbij je niet weet wat erin zit. Ik heb nooit de verwachting gehad dat de allergrootste gemeenten mee zouden doen. Ik ben wel blij dat heel veel grote gemeenten zich hebben aangemeld. Denk aan Tilburg, Maastricht, Almere. Dat zijn grote gemeenten die belangstelling kenbaar hebben gemaakt en daar ben ik blij om. Het is ook belangrijk dat we dit met elkaar doen, stap voor stap. Elke keer weer kijken van gaat het goed, gaan we bijstellen. Dat doe je met een experiment. En je moet zeggen in de voorbereiding van het experiment, wat hebben we eigenlijk al veel geleerd? Nou, ik zie wel heel veel dingen steeds in de media staan die niet kloppen. Bijvoorbeeld dat aan het einde van het experiment het onmiddellijk gestopt moet worden en dat er terug moet worden gegaan naar de oude situatie. Wij hebben er juist voor elkaar gekregen dat aan het einde van de evaluatie het ook de andere kant op kan gaan. Als het een succes is, kunnen we het experiment verlengen in aanloop van nieuwe wet en regelgeving. Want dat is natuurlijk waar we op hopen als D66, dat we landelijk gaan reguleren. Onderzoekers gaan kijken welke gemeenten geselecteerd gaan worden, dus welke gemeenten echt mee gaan doen. Het is natuurlijk belangrijk dat er een representatief aantal gemeenten meedoen, waardoor je ook echt een goed wetenschappelijk experiment kan hebben. Daar gaan de onderzoekers naar kijken. Maar het is natuurlijk wel spannend welke gemeenten uiteindelijk mee gaan doen. Dat horen we dit jaar. En dan krijgen we weer de volgende uitdaging, namelijk wie worden de telers?